kasteeltorens. Ons landgoed heeft 3 kasteeltorens. 1 toren zit aan het kasteel zelf vast en is alleen te bezoeken tijdens de rondleiding. En we hebben een Noord- en een Zuidtoren. En in die torens hebben wij een vakantiehuis gemaakt. In de Zuidtoren is geschikt voor 4 personen, ligt op de eerste etage, heeft een slaapkamer en er is een bedbank voor 2 personen in de woonkamer. En daaronder in de oude doorgang hebben we een loungebereik gemaakt waar het in de zomer heerlijk koel is. En je loopt onder het loungebereik zo op je grasveld en je kijkt uit over het prachtige dal. In de Noordtoren, die ligt boven de entree met de houten deur en het kasteelwapen, die is geschikt voor 2 personen. In de zomer kunnen op de zolder 2 extra personen slapen, want daar heb ik van paletten een bed gemaakt. Het heeft een bad op pootjes, het is ons kleinste vakantiehuis, maar die heeft de grootste tuin.